Coco. Als jullie dat willen, doe dan een duimpje omhoog en reageer massaal dat ik het moet doen. En abonneer massaal op het kanaal van PrittTV natuurlijk. Jij bent echt fucking fake, hè? Jij bent gewoon echt fake op Facebook en zo en al dat stalken. Mensen, vet dat jullie weer kijken naar een Splitsplinter nieuwe video hier op Britvie. Jazeker, jazeker. Wacht even, hij moet wel een beetje goed geplakt zijn. Want ik ga weer de Kastenveen onthullen. Superleuk allemaal. Ja, ja, zeker weten. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar er staat een hele mooie naam, maar die ga ik nu niet zeggen. Want ik ga aan jullie vragen. Vraag is aan mij, Arthur, wat ga je doen als je op de Kastenveen wil? Nou jongens, dat zou ik jullie even haarfijn uitleggen. Je moet even een reactie plaatsen of dat jij op de Kastenveen wil. En natuurlijk een likeje geven en reageren. Doe het allemaal. En massaal gewoon. En abonneer massaal op het kanaal van PrettyVina natuurlijk. Het is een mooie naam. Het begint met een M en het eindigt op N. Nee. We gaan het gewoon laten zien, motherfuckers. Kijk eens, meneer Pataten. Gefeliciteerd, meneer Pataten. Jij zit zeker bij de Kastenveen. En het is gewoon een fameusheid om bij de Kastenveen te kunnen natuurlijk. We gaan beginnen met de video. 1, 2, 3. Let's go. Pak de camera, pak de camera. Mensen, vet dat jullie allemaal kijken. Weer naar een nieuwe video van de oplossing van Santana Vilatie. En we gaan weer beginnen. Ik heb dus gezien dat haar account Footsie kwijt, weg is, verdwenen. Dus ze is een soort van al verwijderd geloof ik, of iets. Ik weet niet wat het is, maar ik zie haar niet meer. Dus dat is fijn. Dus we hebben al haar account, hebben we al weggehaald. Want mensen weten dus al dat haar account nep is, fake is. Dat is mooi, zeker weten. En nu gaan we haar proberen te ontcijferen. En dat ga ik niet deze video doen. Dat ga ik echt een andere video doen. Maar mensen, ik heb dus gebeld met Santana Vilatie. En het was zo'n raar gesprek. En ik heb haar stem een soort van veranderd. Omdat het is dat zij haar eigen stem niet wou op de YouTube video. En eerst wist ze dus niet dat ze voor PrittTV in de video zat. En nu weet ze dat wel. En ze is er niet zo blij mee dat ze op PrittTV is. Maar als je dit bij mij doet, dan kan je dat terugverwachten jongens. Je kan dat gewoon terugverwachten. Ik kan er super boos om worden soms. Maar ik moet gewoon lekker rustig blijven mensen. Gewoon lekker rustig blijven. En ik heb dus een telefoongesprek met Santana Vilatie gehad. En ja, ik zei dat ze fake was. En kijk maar gewoon. Mensen, ik vind het zo spannend. Ik ga nu Santana Vilatie bellen. En het is zo spannend. Dus nou, oké, we gaan gewoon beginnen. Fuck it. We gaan haar bellen. En we gaan kijken wat ze gaat zeggen. Fuck it. Oké. Kijken, luidspreker. Hallo? Jij bent echt fucking fake, hè? Jij bent gewoon echt fake op Facebook en zo en al dat stalken. Ik ben niet fake. Helemaal wel, ik zweer je. Het is zo'n actrice is dat toch? Jij bent fucking fake, ik zweer je. Dag Arthur. Nee, serieus. Dag. Ja jongens, dat was het gesprek. Ik vond het super vaag. Ze zei opeens, ja, dag Arthur. What the fuck? Je geeft een telefoonnummer. Ik zweer, je geeft een telefoonnummer. En dan zeg je dat. Dan ben je toch gewoon gek in je hoofd gewoon. Weet je wat het is? Ik vind het überhaupt raar dat ze dit in haar hoofd haalt om dat te doen, weet je. Ik heb ook een reactie gehad van Japsra. En die zei, ze wilt gewoon op je Kastenveen, man. Misschien is dat zo. Misschien wilt ze gewoon op mijn fucking Kastenveen. Maar dat moet ze eerst verdienen, weet je. Moet ze eerst aardig zijn. En niet zeggen dat ze mijn kanaal over gaat nemen. En andere dingen. En gewoon erge dingen. Dat ze me gewoon wil doen. Like, what the fuck? What the fuck? Wat voor raar kind ben je dan überhaupt? Maar mensen, Santana gaat er echt boete van krijgen. Ze gaat dikke spijt krijgen. Martijn heeft dus een soort van programmaatje dat we kunnen zien wie zij is. Je weet toch, een IP-adres of zo? Een IP-adres. Die gaan wij achterhalen. En dan gaan we kijken wie het is. En ja, Gaan we kijken wie die chick is en wat ze wil van me. Ik kan haar misschien wel contacteren, nog een keer mee bellen en vragen wat wil je van me. Als jullie dat willen, doe dan een duimpje omhoog en reageer massaal dat ik het moet doen. Zeg je ja Arthur, ik moet het doen. En als je op de Kastenveen wil komen, even reageren. En zeg tegen al je vrienden dat ik besta op YouTube. En dan komt alles goed, weet je. Dan komt alles goed. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. En ik zeg, tjallas.